Hallo allemaal, we gaan het vandaag tijdens de komende les over blind contourtekenen hebben. Hoe komt het toch dat tekenen zo moeilijk is? Hoe je ook je best doet, wat je tekent lijkt in niks op het onderwerp dat getekend wordt. Dat komt doordat we tekenen zonder echt te kijken. Wie een hoofd wil natekenen, in dit voorbeeld het hoofd van Tom Waas, grijpt onbewust naar de symbolen voor oor, oog, neus, mond en wenkbrauw die we daarvoor in ons geheugen hebben opgeslagen. Teleurgesteld dat onze tekening mislukt is, geven we het op. Maar hoe kunnen we dat automatisme omzeilen of zelfs afleren? Door te leren tekenen wat we zien en niet wat we weten. Vandaag gaan we blind contour tekenen. Deze les oefenen we dus in het tekenen wat we zien. We gaan leren hoe we in één lijn de randen van een voorwerp tekenen. Deze lijn heet de contourlijn. Een contourtekening toont dus de lijnen die de rand van een voorwerp aanduiden. En hier zien we drie voorbeelden van contourtekeningen. Bij de gitaar en de poes zijn enkel de buitenomtrek getekend. Dat is eigenlijk de eenvoudigste vorm van contourtekenen. De tekening van de stoel, daar wordt al heel wat meer detail getoond. Zet dit filmpje even op pauze en zoek nu zelf op het internet een afbeelding van een contourtekening. Bezorg mij deze afbeelding ten laatste op maandagavond 22 mei via mail. Wij nemen onze hand als onderwerp van de blinde contourtekening. Denk terwijl je tekent niet na over hoe een hand eruit ziet. Vergeet niet, teken dus niet wat je weet, maar wel wat je ziet. Blinde contourtekeningen zijn, zoals je ziet, meestal buiten verhouding. En ze zien er vaak raar uit. Maak je dus geen zorgen. Het doel van blind contourtekenen is immers het volgen van de beweging van je ogen en niet het maken van de perfecte tekening. In dit voorbeeld zie je de lijn die je met je ogen volgt tijdens het tekenen. Je start in dit geval bovenaan de pols en je heft je potlood of pen nooit op van het tekenblad tot je klaar bent. Je kijkt niet of toch zo min mogelijk naar je tekening en zoveel mogelijk naar je hand. Je moet het voorwerp, hier dus de hand, zeer aandachtig bekijken terwijl je tekent. Kijk naar een randlijn van je hand en tast die millimeter voor millimeter met je ogen af. Laat je tekenhand in hetzelfde langzame tempo in een vloeiende lijn over het papier volgen. Stel je een kleine mier voor die op de rand van je hand kruipt en zo de volledige hand traagjes overloopt. Teken binnen en buiten contouren afwisselend. En maak je geen zorgen of de tekening wel zal kloppen, want dat doet hij toch niet. Je kunt immers geen proporties toetsen. En het gaat nu ook niet om de gelijkenis, maar puur om het kijken zelf. Kijk heel secuur naar wat je voor je ogen ziet. Laat je potlood en ogen synchroon lopen en niet één van de twee ervan doorgaan. In dit voorbeeld beëindig je de tekening onderaan de pols. Contourlijnen zijn dus de omtreklijnen van een voorwerp. En in dit geval zijn de contouren buitenlijnen, rimpels, vingernagels en de lijnen van je handpalm. Telkens wanneer meerdere lijnen samenkomen, zal je moeten beslissen welke richting je zal volgen. Het doet er niet echt toe welke lijn je eerst tekent. Je kan de lijn die je eerst overslaat ook later tekenen door er terug naartoe te gaan vanuit een andere richting. Teken dus niet eerst de volledige omtrek, maar ga door met de naastliggende lijn.
Het is gemakkelijker om van de ene vorm naar de dichtstbijzijnde te gaan, heel langzaam elke verandering van richting registrerend. Als je op het einde van een lijn komt, ga dan met je potlood of pen gewoon weer over die lijn die je net tekende, of teken een denkbeeldige lijn om weer uit te komen op de plaats waar je wil zijn. Hou constant contact met je papier en hef je potlood of pen niet op tot je tekening volledig af is. Uiteindelijk is het doel van blind contourtekenen het inoefenen van je hand-oogcoördinatie, om zo te leren tekenen wat je ziet en niet wat je weet. Zorg er dus voor dat je altijd kijkt naar het voorwerp dat je tekent, in dit geval je hand, en nooit naar je papier terwijl je tekent. Daarom heet deze oefening dus ook blind contourtekenen. Doordat je tekent zonder naar je tekening te kijken, lijkt de afgewerkte tekening nogal eigenaardig en abstract. En dat is volledig normaal. Onthoud dus, het doel van blind contourtekenen is je hand te trainen om de beweging van je oog te volgen en niet het maken van een perfecte tekening. Oké, ik heb natuurlijk de ganse tijd niet naar mijn tekening gekeken. En ik ben heel benieuwd om te zien hoe ik het heb gedaan. Oh, dat is redelijk goed. En dan zie ik jullie graag allemaal terug in de klas op dinsdag 23 mei, waar jullie zelf het blind contour tekenen zullen inoefenen. Tot dan!